Hey, ik ben Jordi en vooral ook heel erg belangrijk, je mag je vegetarische gast niet vergeten. Ook die moet verrast worden. We gaan even terug in de tijd, want dit gerecht wat ik voor jullie ga maken is een gerecht die uit mijn vervlogen tijd als chef komt. En die was op de kaart stond vroeger in het restaurant en wisten wij menig gast mee te verrassen. En het is de knolkoeien. Het is een kokkiengerecht gemaakt van pure knol. Dus 100% groente in het gerecht verwerkt. Dus geen kokkie in het gerecht, maar gewoon pure 100% knol in het gerecht. Wat hebben we nodig? Choronsaus. Daar gebruik ik een hele mooie choronsaus van R&D Food Revolution. Ontwikkeld door Albert Adria, wel bekend van restaurant El Bulli. Die zet ik warm. Let op, niet te warm. Er zit druk op de fles. Dus als je de fles te warm zet, warmer dan 65 graden, dan heb je kans dat je je plafond moet schoonmaken. Beneden de 65 graden warm zetten in de bain-marie of in een warme pan. Oké. De knolletjes heb ik uitgestoken. Gewoon met een stekermaat. Ze zijn al sous vide voorgegaard. Dus ze hebben al een garing gehad. Het enige wat ik nu ga doen is ik ga ze karamelliseren. Kijk eens. Super easy. Beurre noisette in de pan. Gewoon een lekkere lepel. Knolletjes erbij. En ik voeg een heel klein beetje zeezout toe. Gewoon een klein beetje zeezout, een beetje fleur de sel. En dan laat ik hem rustig, maar dan ook heel rustig garen. Het mooie van dit gerecht en het makkelijke van dit gerecht is dat het hetzelfde wordt opgemaakt zowel takeaway als in het restaurant. En daar gebruik ik voor deze authentieke kokkieschalen. Die kun je gewoon bij je visboer bestellen. De kleine die ga ik gebruiken voor de takeaway. En de grote die gebruik ik voor in het restaurant. We gebruiken verder pastinaakcreme. Uit Jordi's keuken. Dat heb ik heel makkelijk in een vacuümeerzakje gedaan. In een vacuümeerbare spuitzak. Zodat ik gewoon heel gedoseerd kan werken met de groentecremes. Die gaat in het midden. Een mooie dot. We hebben pompoencreme. Ook weer vanuit Jordi's keuken. Een vers gemaakte crème zonder conserveringsmiddelen. En dan maak ik een beetje een soort van kuit aan de zijkant mee. Ik ga even de knolletjes even omdraaien. Dan ga ik hem voor de rest nog afwerken met wat radijs. Radijs heb ik flinten dun gesneden en op ijswater gezet. Waardoor je eigenlijk dit soort kommetjes krijgt. Ik vind het ook mooi om het loof eraan te laten, want het kleurt gewoon, heeft gewoon een mooie frisse uitstraling. In de tussentijd zijn mijn knollen warm, mijn knolkies. En dan ga ik ze pleten. Ik heb hier wat afilacres, dat is de ontspruiting uit een dopert. Daar gaan we mooi mee afdecoreren. Ik gebruik weer wat klein beetje eetbare bloemen. En de helft van de boragecres. Van een cresje. Als laatste, voordat de espuma erop gaat, de choronsaus. Een klein beetje crumble van groene kruiden. Niet te veel. Dan gaan we nu afwerken met de choronsaus van R&D Food Revolution. Let op, want de can is super heet. En voor de takeaway heb ik een heel klein bakje. Ik doe daar geen zeezout in, maar ik heb een heel klein beetje knollencreme of een beetje pompoencreme. Om het schelpje vast te houden tijdens het transport. En als je dit dan zo thuis krijgt, thuis bezorgd vanuit jouw restaurant, dat is toch super vet. Dit was een klassieker uit mijn keuken, uit mijn de vroege jeugd, de knolkieën. Wil je dit gerecht nou ook maken? Klik dan hieronder voor alle ingrediënten. En uiteraard voor Instagram, ga ook nog even een fotootje maken.